Dit is BNR. En dit is Zaken doen met Rens de Jong vanaf het businesspark in Nieuw-Vennep-Zuid, net onder de rook van Schiphol, zakenpartner Ben van den Burg. En onze gast van vandaag is wethouder Arthur van Dijk van de gemeente Haarlemmermeer. We gaan het hebben over afvalstorten. En misschien over afval, want storten dat doen we niet meer. Verbranden steeds minder. En als we dat doen, dan halen we er, als het goed is, energie uit. Beter is natuurlijk recyclen of helemaal voorkomen dat er eigenlijk afval is. Nou, dat is eigenlijk het werk van de man die we hier nu aan tafel hebben. Directeur Gerard Nijssen. En hij is van de Brandjes Nijssen Groep. U bent een plaatselijke recycler, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja, maar verbrandt u ook nog spullen of is het alleen maar recyclen? Nee, wij zijn gespecialiseerd in het recyclen en het vernietigen van materialen. En wat is dat anders dan verbranden? Nou, het vernietigen is, wij verkopen bij Brandjes Datavernietiging, we verkopen vertrouwen. Dus wij doen vooral archiefvernietiging, datavernietiging en productvernietiging voor de relatie. Ah, okay. Maar dat is om de integriteit uit het product te halen. Ja, ja, het is niet zo, daar draait niet het hele bedrijventerrein op zeg maar verbrande documenten. Maar het is wel belangrijk dat het gedaan wordt, dat ze vernietigd worden. Nou, dat wel dat ze vernietigd worden, maar vervolgens ook niet verbranden. Want het wordt als grondstof weer opnieuw voor de tissue-industrie gebruikt. Dat is leuk. Dus je hebt zeg maar confidentiële rapporten. Daar snuit je dus later je neus mee. Ja. Dat is dus wat hier gebeurt. Je kan er misschien nog wel andere dingen mee doen. Ja, dat wilde ik niet zeggen op landelijke radio. Goed, het feit hè, dat het recyclen, dat is een goede business voor u natuurlijk. Hij is een prima business en ook de business van de toekomst. Ja. En doet u dat alleen voor kantoorpanden of is dat eigenlijk all over? Nee, in bredere zin. Wij zijn dan met name gespecialiseerd in de recycling van papier en andere verpakkingen. Dus onze kracht ligt eigenlijk in hout, in kunststoffen en in papier. Ja. En u zit hier in de regio? Wij zitten in Haarlem en in Nieuw-Vennep. Oké. Okay. En dus al deze kantoorpanden, daar heeft u die kantoormanager gesproken, of die parkmanager, en die zegt, jongens, doe maar eens eventjes een paar van die bakken vol met papier. Ja, nou, wij in de regio hebben inderdaad een behoorlijk marktaandeel. Ja. Ik dacht al, ik heb net even gehoord dat dit een documentloze ruimte is, hè? Ja, een documentloos goederenvolgsysteem. Ja. Ja, dus daar heeft u niks aan, want u wil dat er wel veel documenten zijn? Nou, niet per se. Wij richten ons met datavernietiging ook bijvoorbeeld erg op hardware. Harde schijfvernietiging, want dat is toch de informatiedrager van de toekomst. Wij zien natuurlijk in de branche dat papier als informatiedrager niet de toekomst heeft. Nee. Maar wat doet u dan? Bent u nou meer, laten we zeggen, een informatievernietiger, zodat niemand in erachter komt, of bent u een soort grondstoffenrecycler? Nou, dat zijn eigenlijk twee business units. Dus aan de ene kant zorgen we ervoor dat de integriteit van de informatie uit het product gaat. Dus het archiefpapier wat uiteindelijk verwordt tot grondstof voor de tissue-industrie. Maar hetzelfde bij hardware. Wij vernietigen het. En vervolgens wordt het als materiaal weer aangeboden aan de verwerkingsindustrie om de metalen weer terug te winnen. Gebeurt het nu? Is het een grote schaal? Ik heb heel vaak het idee, als ik mijn papier gewoon in de papierbak gooi, dat komt allemaal weer op een hoop. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat komt inderdaad op een grote hoop papier, maar die sorteren wij. Het huishoudelijk papier wordt gescheiden in een ontinktingsfractie, die gaat naar de krantenpapierindustrie, en een kartonfractie, en daar wordt weer nieuw karton van gemaakt. In Nederland zijn we heel mooi gaan scheiden, weet je, als ik mooi, dat doen we allemaal heel goed. En toch is de perceptie nog steeds, uiteindelijk gaat het op een grote hoop, fik erin, we hebben en hebben we lekker warmte, en dat is het. Dat idee is er, hoor. Nou, dat klopt dus niet. Daar werken we elke dag aan om dat te voorkomen. Gelukkig. Dus we moeten inderdaad scheiden. We moeten zeer zeker scheiden. En de grondstoffen worden alleen maar schaarser. Dus het is ook goed voor de burger uiteindelijk. Ook voor de portemonnee. Want de gemeente die doet daar ook goede zaken mee. Want die krijgt voor de grondstof oud papier behoorlijk betaald. Is het zo? Nou ja, kijk, dat is het leuke. Afval is eigenlijk ook weer een product op zichzelf. En door recycling sluit ik niet uit dat in de toekomst je misschien nog wel met je eigen afval geld kunt verdienen. Hè? Dat je het goed dat afval kunt scheiden en dat je het kunt aanbieden aan iemand die er weer grondstoffen van maakt. Ja. En dat het is brandstof. Dat artikeltje wat ik gaf van Hak, die haar eigen afval tot biogas composteert. Nou, dat is ook weer zo'n mooi Waarom voorbeeld. Waarom moet u eigenlijk nog betalen om die spullen op te halen? Nou, voor een heel veel stroom betalen wij al. En dat is meer het recycling gedeelte. Ja. Kijk, dan bij archief en datavernietiging zijn de volumes heel erg laag. En is het belangrijk de integriteit goed te waarborgen. Maar in de recyclingtak van onze sport, daar zitten met name de volumes. En met name bij de grotere volumes betalen we per saldo behoorlijk inkoopprijzen. Oké, dus dan wordt er aan zo'n bedrijf betaald om het papier te mogen ophalen. Ja. Ja.
Want je hebt de ladder van Lansing, heet dat, hè? Dat was dat is volgens mij een econoom uit de jaren 70, 80, wat is het? Ja, dat klopt. Eind jaren 70 heeft Ad Lansing. Hij was gisteren bij ons in bedrijf. Oké. Want wij hebben gisteren... Heel even uitleggen aan de luisteraars. Hij heeft ooit gezegd, het slechtste is natuurlijk onder de grond stoppen. Daarna is het nog iets minder slecht is verbranden. Daarna is het beter om er energie van te krijgen. Recyclen. En uiteindelijk moet je preventief. Moeten we eigenlijk geen afval meer creëren. Wat doet u daarmee? Nou, wij proberen die beweging naar boven te maken. We hebben niet voor niets gisteren Ad Lansing bij ons in bedrijf gehad. We hebben de nieuwe website recycling.nl gelanceerd. En daarbij heeft ook weer opnieuw de ladder van Lansing een prominente plaats gekregen. En wij hebben eigenlijk de bestaande weergave van de ladder in een heel nieuw jasje gestoken. Maar wat doet u eraan om te voorkomen dat mensen nog papier gebruiken? Of te voorkomen dat u nog heel veel moet recyclen? Nou, wij proberen in ieder geval de klant voor te lichten, maar... Wij zitten met name aan de achterkant van bedrijven nog steeds. Wij moeten natuurlijk meer naar de voorkant komen. Maar wij zijn met name bezig op dit moment nog om alle fracties grondstoffen uit de afvalstromen te trekken. Dus wij concurreren eigenlijk met de afvalovens. Ja. Maar hoe ver staan we nu? Hoe ver staat u? Is het meer recycling? Of hoe ver staat met de preventie? Hoe ver staan we? Ja, met de preventie, daar moeten we allemaal met elkaar aan werken natuurlijk. En recycling, wij kunnen ons deel oppakken. We kunnen ook streven naar hergebruik. Ja. Maar preventie, dat moet toch uiteindelijk bij de producent vandaan komen. Doet de gemeente daar een beetje aan? Ja, absoluut. Wij investeren daar heel erg in. En als je nu kijkt naar de nog weinige nieuwe kantoren die gebouwd mogen worden in de Haarlemmermeer, dan zijn het over het algemeen nu kantoren die eigenlijk volgens het principe van cradle to cradle, dat betekent eigenlijk dat alle producten die worden gebruikt ook weer te hergebruiken zijn. En ik moet zeggen, daar hebben we hele goede ervaringen mee en zijn we apetrots op. Arthur van Dijk is wethouder Economische Zaken Schiphol en Cultuur van de gemeente Haarlemmermeer. Zit er nog een half uur bij. Wij danken Gerard Nijs, hij is directeur van de Brandjes Nijssen Groep. U luistert naar Zaken doen met. Het is bijna 2:30. Zometeen meer, onder andere van de beurs. Tot zo.